Ja, zometeen bewakingsbeelden die misschien op het eerste gezicht wat lachwekkend lijken, tot je realiseert dat er dus echt zulke mensen gewoon op straat rondlopen. Waar gaat het om in deze zaak? Anderhalve week geleden is een koffieshop aan de Breestraat in Delft beschoten. Zondagochtend 16 september werd daar rond 9:30 ontdekt dat er 2 kogels door de ruit waren gevlogen bij koffieshop The Game. Vorige week deden we hier al een actuele oproep. We vertelden toen ook al dat 2,5 uur voor die daadwerkelijke beschieting al geprobeerd was om die zaak te beschieten. En dat blijkt allemaal op beeld te staan. Delft, de Breestraat, zondagochtend 16 september. Het is 5:05 als deze man naar de koffieshop rent, een klein automatisch wapen in zijn hand. Niks. Het lijkt of hij bijna vertwijfeld wegloopt. Draait weer om. Maar ook nu geen kogels, gelukkig. 2,5 uur later, iemand in andere kleding is terug in de Breestraat. Nu lukt het schieten wel. Hier nog een keer vertraagd. Je ziet het donkere tinten verbeter gezicht van de schutter. Omdat de koffieshop ook binnen een camera heeft, zien en horen we wat hij aanricht. Ja, geklungeld dus met een dodelijk wapen midden in een straat met winkels, maar ook met de nodige appartementen. Ook idioot natuurlijk, dat moment van het daadwerkelijke schieten. Zondagochtend 9:30. Dan zijn er echt heel wat mensen al op pad. Ja, tussen het moment van dat weigerende wapen en het daadwerkelijke schieten zat dus een gat van 2,5 uur. Vorige week vroegen we al of u misschien wist of dat wapen dan misschien in de tussentijd ergens was getest. Nu aan de telefoon meneer Gooyert. De werkelijkheid blijkt nog gekker te zijn geweest. Ja, er is in de tussentijd geprobeerd om nog een aanslag te plegen met dat wapen. De koffieshop die we net beschoten zagen worden is The Game. Bij die koffieshop is 17 mei al een aanslag gepleegd met een granaat. Diezelfde nacht in mei is ook een handgranaat gegooid naar koffieshop The Future aan de Peperstraat. Beide zaken zijn van dezelfde eigenaar. Uiteraard waren we nu ook benieuwd of er misschien iets geprobeerd was bij die andere koffieshop. Dat blijkt inderdaad zo te zijn. En ook daar zijn beelden van. Goed, meneer Gooyert, we gaan snel met z'n allen kijken. Om 7:15 die ochtend, 1,5 uur na de mislukte schietpoging bij The Game, rent iemand door de Peperstraat naar koffieshop The Future. Wanneer de man zich omdraait, zien we opnieuw een automatisch wapen. Ook nu lijkt dat niet te willen doen wat de man wil. Ja, en je weet het natuurlijk nooit 100% zeker, maar als je nou gaat kijken naar de kleding van de mensen in beeld, dan zien we hier de man die om 5:05 dus het eerst probeert in de Breestraat. En dan zie je dat ene touwtje achter zijn capuchon als je goed kijkt. En dan komen hier de beelden van degene om 7:15 in de Peperstraat. En dan zien we weer zo'n touwtje achterop de capuchon. Dit lijkt dezelfde man te zijn. En we zien ook een glimp van zijn gezicht als hij wegrent bij The Future. Hij lijkt een vrij lichte huidskleur te hebben. Dan, de man die weer een ruim uur later daadwerkelijk schiet, die heeft dan weliswaar dezelfde blauw-witte tas bij zich. Maar je ziet het echt duidelijk op de beelden. Die is donker getint, heeft ook geen jas aan, maar een donkere hoodie. En overigens droeg deze man een grote bril, mogelijk een werkbril. En hij had een pluizig, kort baardje. En hem lukt het dus wel om met dat wapen te schieten. Nou, uiteraard willen we tips over deze dus vermoedelijk twee mannen. Wie zijn dat of wie heeft ze gezien? Kijk ook nog even naar hoe die schutter loopt hier. Een beetje sloffend, is misschien ook wel herkenbaar voor iemand. Uiteraard moet u ook contact opnemen als u iets gezien heeft rond de Peper en Breestraat in Delft vorige week zondagochtend vroeg. En denk dan bijvoorbeeld aan opvallende auto's of scooters rondom de tijd dat die schutter daar rondgehangen moet hebben. Want die aanslagen zijn steeds net gepleegd toen een beveiliger eventjes weg was. Wie er daarachter zit, dat is dus ook nog steeds niet duidelijk. Maar ook niet wat hierachter zit. Als u iets weet over de achtergrond, dan hopen we echt dat deze nieuwe beelden van hoe levensgevaarlijk er dus wordt geklungeld met een automatisch wapen u over de streep trekt om iets te gaan vertellen. De beelden staan nu op de site. Als u ze aan anderen wil laten zien, dan kunt u ze delen van daaruit. En tips kunt u dus nu doorgeven naar 0800 60 70 of anoniem naar M. U kunt ook een vertrouwelijk gesprek voeren met het team Nationale Inlichtingen van de politie. Wilt u volkomen anoniem blijven, dan kunt u terecht bij M.